Hallo mensen, vandaag staan we voor zeilbaan Bezau. Dat is in Bregenzer Wald hier in Vorarlberg in Oostenrijk. En ik ga hier gewoon even kijken wat er allemaal te doen valt op deze berg. We gaan hem eerst deze lift naar boven nemen. Hier rechts hebben we de parking. En dan gaan we hier het hoekje rond en dan kunnen we daar richting de lift. Het is een grote gondel voor iets van 60 personen denk ik, dus daar kunnen best wat mensen in. Maar hij is net vertrokken, dus we moeten eventjes wachten. Je kunt natuurlijk ook zonder de lift naar boven en dan is het ongeveer, want eens kijken op de bordjes. Dan is dat naar Baumgarten dat je moet, dat is de naam van het bergstation. Het is dan 3 uur en een kwartier wandelen vanaf hier beneden. Ja, dus dat is best wel een eindje, maar dat is ook zeker te doen dus. We zijn boven gekomen met de lift hier in Bezau en dan heb je eigenlijk een mooie rondweg van ongeveer 1 uur en een half. Dat is de panorama rondweg en dat is eigenlijk een heel mooie ronde, want je hebt ook zicht op de Bodensee als het mooi weer is. Die zie je daar eigenlijk. Daar heb je de Bodensee en ook de Alpen hier rondom. Het is gewoon een prachtig uitzicht, dus zeker een aanrader hier in Bezau. De rondweg hierboven is zeker iets dat je moet gedaan hebben hier als je de lift neemt vanuit Bezau naar boven. En na het gedeelte over de kam, of ja, over het hogere gedeelte van de wandeling, over de berg zo, zijn we nu ietsjes gedaald en vonden we nu meer tussen de bomen. Ook een heerlijk gedeelte. En ook af en toe tussen de bomen door heb je een prachtig uitzicht, zoals hier. Hier tussendoor heb je weer een prachtig uitzicht over het dal, over de vallei. Ja, dat is heel mooi. Daar in de verte heb jij geen bergen. Dat komt omdat we in het begin zitten van de Oostenrijk. Dus ja, dan ook het begin van de Alpen. Dus je kunt eigenlijk het einde zien hier van de bergen. Maar dus weer een mooi uitzicht. Dus daar wandelen we er net, naar boven. Waar die mensen wandelen, daar. Over die kam van die berg hebben we gewandeld. Dan door het bos, dat stuk. En dan nu terug via deze kant richting het bergstation dat zich daar bevindt. Daar. En we bevinden ons hier nu op ongeveer 1650 meter hoogte op de Burster Exoloch, als je het zo uitspreekt.
Dus tamelijk hoog, nog niet het hoogste gebied hier natuurlijk in Bregenzerwoud, maar dat is volgens mij is dat de Didamskop van Bergbaan. Die is boven de 2000 meter. Maar zelf een bezel die had het een hoogte van 1600, zoiets denk ik. Dus ook best een mooie hoogte uiteraard. En ook gewoon een mooie berg hier met veel, vergezicht. Het is echt wel een panoramaberg. Je hebt hier echt aan alle kanten een mooi panorama zicht over de omgeving. Maar we wandelen nu nog even deze rondweg af en we komen zo meteen dan langs de Bergbaan Andelsboeg. Die komt hier ook boven, want het is niet Bergbaan Bezel, het is niet de enige lift dat hier boven komt, maar ook nog een stoeltjeslift uit Andelsboeg. Daar komen we zo meteen langs. We zijn ze net voorbij de kapel gelopen, dat is ongeveer eigenlijk aan het einde van de rondweg. En ook voorbij de startplaats voor de paragliders, die heb je ook heel veel in Bezel. Die komen hier denk ik boven met de stoeltjeslift, die ligt hier. Komen die daar boven, wandelen die een stukje tot aan de startplaats hier achter dit gebouw. En dan daar vertrekken die richting, natuurlijk richting het dal. Dus als je geluk hebt, zitten hier heel veel paragliders, kun je mooi naar kijken hoe zij vertrekken en hoe de lucht heen zweven. Hierachter heb je ook die andere alm dat ik over sprak. Dat is Alpenhasthof, ik ben de naam kwijt. Maar dat is dus een andere alm en wij gaan nu terug richting het bergstation daarboven van Bezel, van de zeilbaan Bezel zelf, om daar wat te eten. Dat is ook een heel mooi modern bergrestaurant. Het is dus nu nog dit paadje, zo langzaam stijgend omhoog, zo lopen naar daar richting het bergstation. En we zijn terug aangekomen hier aan het bergstation van Bezel. Even iets eten hier in het restaurant. Vanaf het bergstation hier kun je verschillende wandelingen doen. Je hebt eigenlijk heel veel mogelijkheden hier. Je kunt naar Bezel wandelen, je kunt naar het middelstation wandelen, je kunt hier rondweg doen dat we zo net hebben gedaan. Je kunt ook richting Andelsboeg en ook natuurlijk naar die andere alm daar dat ik daarnet heb getoond en het bergstation van die andere stoeltjeslift en nog veel meer. Maar daar heb je zo net kunnen zien op de bordjes die ik gefilmd heb. We lopen nu door richting, dus we hebben net iets gegeten hier in het bergrestaurant. Het is een heel mooi bergrestaurant. Het is goed modern, staat hier nog niet zo super lang, denk ik 10-12 jaar of zo. Nu, 10-12 jaar zoiets. Dus dat valt nog mee. Het is nog vrij nieuw. Eigenlijk een vrij modern restaurant met ook een prachtig uitzicht over de omgeving hier. Dit uitzicht heb je een beetje vanaf het restaurant. Dus dat is heel mooi. Wat gaan we nu nog doen? We wandelen nu nog door richting het middelstation. Dat is ongeveer 45 minuutjes vanaf het bergstation. En dat is via deze, eigenlijk via een grindweg, dus een makkelijk begaanbare weg. En zo wandelen we nog door via naar het middenstation. Ik laat jullie weer enkele beelden zien van deze weg. En hier achter me kijken we uit op Bezel, dat ligt hier beneden. En de zeilbaan van Bezel die vertrekt er een beetje links naast, dus dat is een stukje aan het einde van het dorp, is dat meer. En die gaat om de zoveel tijd naar boven, dus ik denk als die net zo weg zijn beneden, denk dat je dan hoogstens 20, 25 minuten aan een half uurtje moet wachten. Dus dat is even wachten, maar in principe valt het wel redelijk goed mee. Je haalt toch regelmatig van boven naar beneden op een dag, dus het is nooit dat je echt heel lang moet wachten. Volgens mij heeft hij ook geen middagpauze hier, want dan hebben sommige liften in dit gebied wel een middagpauze. En volgens mij is er bij deze lift er geen sprake van. Voor de rest, we wandelen nu nog richting het middenstation, zoals ik al zei. Dit is een mooie, goed behaanbare weg. Het is een mooie, brede forstrasse, zoals dat die noemen, een grindweg. Het is een goed behaanbaar pad, dus ook met een kinderwagen best goed te doen. Er zitten wel bepaalde steile stukken tussen, maar niet dat je van zegt van echt onhaalbaar met een kinderwagen of zo. Dus het is best wel te doen. Het is een mooie wandelweg en ook niet te lang, dus voor families ook zeker een goede weg om te doen, want het is 45 minuutjes.
volgens de bordjes tot aan het middenstation, dus dat is zeker niet zo heel ver. En ook het stuk dat je moet dalen is ook niet zo heel ver. Dat valt ook wel vrij goed mee. Dus zeker een leuke wandeling ook om te doen. En ook goed te combineren met die wandeling die panorama rond. Je kunt voor die panorama rond bijvoorbeeld in de voormiddag doen. En dan in de namiddag kun je deze wandeling nog tot aan het middenstation doen ofzo. En dan heb je die dag toch ook goed gevuld. Of als je echt nog een eindje wilt doorstappen, kun je natuurlijk ook nog verder wandelen vanaf het middenstation naar het Douwestation. Dat is ook zeker mogelijk. Maar we wandelen nu nog verder, nemen we hier nog mee. Enkele beelden komen nu van deze wandeling. En na een mooie maar korte wandeling die toch best wel wat afdaalt, dat is toch nog een heel stuk daal. En je zou dat niet denken, als je in de lift zit, dan denk je het verschil tussen het bergstation en het middenstation is niet groot. Maar we hebben toch nog best een stukje afgedaald eigenlijk. Maar het was wel een mooie wandeling, een mooie uitzicht gehad op Bezel. En dan komen we hier nu terug aan het middenstation. En hier zie je nog een keer het bordje. Je hebt hier aan het middenstation een rondweg. Dat is van 40 minuten. Naar het bergstation is 1 uur en een kwartier wandelen. Naar Bezel over die Steinalpen is 1 uur en een half. De zetellift van Altersboeg, het bergstation, is 1 uur en een half ook wandelen. Het berggasthof Niederen, dat is niet ver van die zetellift. Dat is het andere restaurant daarboven, die andere alm. Dat is 1 uur en drie kwartier. De Goeterweg van Bezel is 1 uur en drie kwart. De Winterschouder 2 uur en een half. Schönenbach 3 uur en een half vanaf hier. De Wildmoosalpen, dat is ook een alm, is drie kwartier rijden vanaf hier. Dan een Baumgarten, een bergstation via de Lannenweg, de Rodeweg, is via die kant. Dus niet de kant van wij komen, is 2 uur. En natuurlijk via de andere kant, de rondweg, zondag 40 minuten. Dus ook hier aan het bergstation heb je ook, hier aan het middenstation heb je ook heel wat mogelijkheden voor te wandelen. En daar gaat de lift trouwens weer omhoog. Ook wel een leuk weetje nog dat je hebt. Hier aan het middenstation staat nog een oude hondo. En dat is eigenlijk de hondo van vroeger. Dit was de oude zeil van Bezel. Dus dat is best wel een heel verschil met degene nu. Die van nu is veel moderner. Het is echt een heel oud hondertje. En ook best klein, want je kon hier echt maar met heel weinig mensen in. Ja, het is echt klein binnen. En het is nu even wachten op de honden en dan kunnen we zo meteen weer naar beneden. En dat was de zeilbaan Bezel alweer. Ja, het moet zijn, was een leuke
lift. Het is een leuke lift om te nemen. Je hebt heel veel wandelmogelijkheden boven. Dus zeker die panorama rondweg is niet lang. Uurtje en half, maar echt wel heel mooie uitzichten. Dus zeker een aanrader als je naar Bezo komt. Voor de rest de lift zelf ook een mooie moderne lift. Boven de bergrestaurants zijn ook zeker twee leuke bergrestaurants. Je hebt veel keuze aan eten en ze zijn echt beide nog best modern. Dus ook dat zeker een pluspunt hier. Dus ja, zeker een aangename berg hier in Bregentse Woud. Zelf aan bezig om te nemen. Je kunt ook de zetellift natuurlijk nemen, maar deze lift is wel iets comfortabeler. Tenzij je natuurlijk houdt van een zetellift. Maar ja, het was een leuke dag. Geef zeker een duimpje voor deze toffe video van ons. Abonneer is natuurlijk ook zeker toegelaten. Ik zeg graag tot de volgende video. Doei!